Hallo iedereen, leuk dat jullie kijken in deze nieuwe video van heel lang weg geweest. De zon schijnt knijterzeg om mijn kop hier. En wij gaan naar Kootwijk. Wij gaan dadelijk wel eerst nog even fietsen op de Veluwe. Met allemaal witte fietsen, toch? Ja. Maar het huisje is pas open om 4 uur. Of we mogen pas om 4 uur het huisje in. Dus dan gaan we eerst gewoon even lekker wat anders doen. Het is nu... Wat kut. Ja, het is zo. 5:12. Het is 5:12, dus het is nog even een heerlijk middagje fietsen op de Veluwe. En ik hoop dat ik met de zon wel gewoon veel kan filmen. Want de zon die nekt me nu heel erg aan de rechterkant. Dus dat, ik hoop dat ik veel kan filmen. Ja, wij doen het terug. Life's like a road that you travel on. There's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand. Sometimes you turn your back to the wind. Het is trouwens helemaal niet 11:45. Kijk, loopt een uur voor deze heel. Nou, wij zijn aangekomen op de Veluwe. En ze even zoeken naar de ouders, want die hebben ergens anders geparkeerd. Want wij begrepen weer iets niet. Nou, dat zal allemaal wel eigenlijk. Dat is onze mooie speurkaart die we gaan opspeuren. Maar dit beeldje wat hierop staat, hoe gaan we dat ooit ergens vinden? Heeft hij de fiets apart gezet? Zit er op onze fiets? Hè? Zit er op onze fiets? Ja. Blij is moe. Ja, deze heeft geen handrem. Ik zie me dadelijk echt al de bosjes in vliegen. Moet ook weer één iemand anders fietsen daar zo. Hou je het nog vol, Mout? Nee. Kijk naar de camera en lach. Ja, ik ga vleuren. Ja. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. Oké, hier, nee, dan hebben we zo. Zo. Yo! One bike down. Kijk, we hebben zo. Ah, het is wel het eten wat nu in het zand ligt. Jullie zijn wel lekker grappig om two bike down. Vind je het grappig? Mijn hele fles zit onder het zand. Ja, ja. Wat staat er nou onder? Dit ziet er nooit zo'n boom. Heb je ooit zo'n boom gezien? Nee. Ja, maar dan moet je wel met je goede benen uitkomen. Zo. 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 Oh. En dan durf ik niet meer naar beneden! Ik durf niet meer naar beneden! Dit zijn wel wat mooiere dennenappels. Voor de speurtocht, ja, dat vind ik wel een betere. Deze is meer open. Jongens, we gaan iedere keer bij de pesten. En dan gaan we kijken of het een betere is dan die. En aan het eind van de dag hebben we de ultieme dennenappel. Ja, maar ik vind deze ja. Mooi. Ja, is die mooier dan die van Pijn? Ja, die is mooier. Dat is de eerste. Die is mooier. Oké. Okay. Mooier dan deze? Nee. Dus dit blijft deze nummer 1. Dit is hem niet. We dachten dat dit hem was. Oh. Fietsen hoor, oh, 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 dit gaat zo nog een keer fout. Ik zit op de moeflon. kom bij mij op de moeflon. Doe je rugzak af. Samen op de moeflon. Er kan nooit iemand zeggen dat je niet op een moeflon hebt gezeten. Het was wel een beetje koud op de moeflon. Nee, het ging wel, maar ik dacht dat je... Dat zei ik nog. Nee, het was... Kijk, daar heb ik echt geen moeite mee. Maar ik dacht dat jouw hand daar nog zat. Hey, zullen wij ook even samen romantisch op de moeflon? Wil je met mij op de moeflon? Heb jij met mij nou ooit op de moeflon Nee, ik heb nog nooit met jou moet af voor, hè? En ik zei nog, zullen we als ik maandag naar de Veluwe gaan, kunnen we samen op de moeflon? Ja. Gaat die lekker? Hoppa. Ik moet even rechts staan. Nou, wij zijn klaar met fietsen en alles bij de Veluwe. Het is nu lekker een stukje naar huis toe nog rijden. Tenminste naar het huisje toe. En dan mogen we eindelijk naar binnen. Dit is zo'n raar beeld, want we rijden. En de achtergrond beweegt, maar ik zit stil. Ik zit in de kamer.
DiCaprio. We zijn aangekomen. Kijk, alle kleine huisjes. Nou, we hebben net de auto even weggeparkeerd en we gaan nu lekker broodjes halen. Tenminste, dit moeten we inleveren en dan kunnen we morgenochtend verse broodjes ophalen. En wat vind jij tot nu toe van het huisje? Lekker knus, lekker klein, maar het is wel mooi. We zijn met 5 of 6? 5. Met 5 personen en dan is huisje best wel klein, maar het is inderdaad heel erg knus. En we dachten dat we in het stapelbed moesten slapen, maar we hebben gelukkig een tweede 2-persoonsbed. Dus we hoeven niet in een stapelbed te slapen. Een hele goede morgen. Wat gaan wij vandaag doen, Maud? Pep, kijk hoe eruit. Waar zit ook? Wij gaan vandaag naar het museum toe en lekker een rustdagje nemen. Ja. Oeh, lekker ontbijt. Ja. Heeft zelfs nog ogen. Oh, dat is laat maar, dat is een tweede. Oh. Zo, die is groot. Ecto-groot. Is ecto-groot. Ja, ik heb een foto van gemaakt. Waar gaan we naartoe? Naar het Marius van Dokkum Museum. En hebben we er een beetje zin in? Ja, zeker. Kijk, deze heeft wel tros groene druiven. Maar deze heeft dan niet rood borstje dood. Nee. Het moet dan wel rood borstje dood en tros groene druiven. Dit is hem, dit is hem. Kosten kopen. Kan je mij spot dat tekenen? Ja hoor. Ja. Die, wat deze? Ja. Kaka. Zo loop ik ook heel de tijd rond. Deze leuker. Klopt. Arme muis, dat gaat 100%. Goed. Nou, dan hebben we een leuke kaart nog gekregen. Kijk dan hoe leuk allemaal. Kijk, het zijn allemaal kleine tentjes. Kijk eens even wat we allemaal voor lekkers hebben. Die vind je zo erg heel groot hoor. Ja. Dit is gewoon een avondmaal. Waar die dingen nou zo zijn. Hoe, wat heb jij gedaan? Ik was naar de juwelier op zoek. Waar gaan we nu heen? Naar de juwelier van jou zoeken, om dat rukarmbandje te kunnen fixen. Zijn we een beetje geslaagd? Het is niet gelukt om het armbandje te regelen voor jou, helaas. Nee? Nee. Hallo, wij gaan nu naar de garage. Zo, open de regenboog. Flip hem. Ah. Oh, hoppatee. Nou, we zijn nu lekker pannenkoekjes aan het maken. We hebben net lekker, tenminste wij drieën hebben net lekker gezwommen. En nu is het lekker pannenkoekjes maken en ons vol eten hiermee. Wat er gebeurt in de volgende video. Even een blauwe helm roepen. Is zijn gelukt. Hey.